dit is hem dan. De ongekroonde koning van het Noord-Hollandse kievitsei. Eieren zoeken is specialistenwerk. De zoeker moet het karakter van de duivelslimme kieviet kunnen lezen. Ja, dan gebeurt het wel eens dat een kieviet doet alsof ze vleugellam is. En dan trippelt hij over de grond, rent van de nest weg met een lamme vleugel. Probeert je aandacht te trekken om maar niet te zorgen dat jij naar het nest gaat. Maar wat is het geheim van de man die ook vorig jaar het eerste Noord-Hollandse kievietsei ontdekte? Dus een stukje passie, bevlogenheid. En dat denk dat ook een rol speelt. En misschien toch een beetje gevoel, instinct. En in de verte denk ik, hey, nestje. Nou, en tot je verrassing zie je dan opeens een eitje liggen. Nou, dat is een geweldig gevoel. Zo in het voorjaar, vroege voorjaar. Het eerste kievitsei, dat is altijd geweldig. En ik zie dat hij vandaag een eitje erbij gelegd heeft. Maar zuur blijft het wel dat het eerste ei dit jaar in Utrecht gevonden werd. 3 uur voor Michel dit nest ontdekte. Dus ik zal nog meer inzet moeten tonen om de eerste van Nederland te worden. En dan deze keer net op 3 uur na het niet gelapt. Ja, een beetje frustrerend, maar ik ben er toch heel blij mee.